Kinderen zijn heel belangrijk voor een land. Zo zij zijn de toekomst van Suriname. Aan het woord is de Chinese ambassadeur Liu Quang. Ambassadeur Quang heeft vrijdag samen met minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken een oriëntatiebezoek gebracht aan het multifunctioneel gemeenschapscentrum Sophiaslus. Dit centrum is namelijk door de Chinese regering geschonken aan de gemeenschap van Sophiaslus. Ambassadeur Quang gaf de jeugd mee dat zij naast het spelen zich ook moeten concentreren op hun studie. To build your country, to build a beautiful country, Suriname, and to prosper, to be more advanced, and you children have a heavy responsibility for the country to grow stronger. I saw that you are so nice and friendly, and I'm sure you could do a better job, both in your study and your future work. De nieuwe ambassadeur van China, Quang. Hij complimenteerde het Chinese bedrijf Dalian dat dit gemeenschapscentrum heeft gebouwd. Sport- en jeugdzakenminister Gopal, die op 6 juli aanwezig was bij de opening van het gemeenschapscentrum, is niet helemaal content met het onderhoud. Maar u weet, we werken met kinderen en we moeten ze nog een beetje begeleiden als het gaat om onderhoud. Maar dat doen we ook, beetjes bij beetjes lukt het wel, maar overal ben ik wel tevreden. En wat is het eerstvolgende project dat u wil doen voor de kinderen hier in Sofia? Oké, we hebben met de ambassadeur een samenwerking en dat is dat we een Ambassadors Cup willen organiseren. Dat houdt in dat we uit 4 verschillende districten talenten naar hier halen om een wedstrijd te houden. Het zal 1 of 2 weekenden duren en dan gaan we kijken de talenten die we hebben geïdentificeerd, hoe we die verder kunnen ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk toptalent worden. En die gaan we, als het goed zit, uit de districten Wanica, Koroni, Paramaribo en hou me nog ten goede, we zijn nog aan het organiseren en dat moet ergens derde week januari gebeuren. Dat gaat hier gebeuren? Dat gaat hier gebeuren, okay. Ja. Met de kinderen van deze? Ja, dus dat is Wanica toch? Dat zijn de kinderen van Wanica, maar het gaat om schoolkinderen, hè? Dus schoolkinderen. En wat about de drop-outs? Want u legt de nadruk op schoolkinderen, wat about de drop-outs? Dus de drop-outs, voor de drop-outs hebben we andere activiteiten. Dat zijn reguliere activiteiten die we hier hebben. Maar wanneer tijdens die Ambassador Cup is het echt alleen de scholieren. Minister Gopal van Sport en Jeugdzaken, die afgelopen vrijdag de Creative Friday een oriëntatiebezoek heeft gebracht aan het gemeenschapscentrum Sophiaslust. Tijdens de Creatieve Vrijdag worden er verschillende activiteiten ontplooid, waaronder voetbal, denksport, storytelling en huiswerkbegeleiding. De bewindsvrouw riep de jeugdigen op aan alle activiteiten te participeren.